Goeiedag allemaal, welkom bij Pilatesles. Helaas toch weer via video in plaats van live, maar we gaan er het beste van maken. Vandaag is een les van ongeveer een half uur, dus doe lekker mee. We beginnen staand. Het enige wat je nodig hebt is een matje of een kleed, dat je in ieder geval wat zachter ligt dan op de grond. Eerst staand, daarna wat liggende oefeningen en aan het einde doen we wat rekoefeningen. Yes, kom lekker staan aan de achterkant van je mat. Beginnen we eerst even met een aantal keer in- en uitademen. Adem je in, zak door, maak je lang. En blaas uit. Rol je rustig af, handen naar de grond, kin op je borst. En adem in, kom je weer omhoog. En blaas uit, rol rustig af. Dus kin gaat op je borst, handen naar de grond. Zo ver als je kan naar beneden. En nog weer één keer in. En blaas uit. Oké, rol je weer af naar beneden. Laat je handen even hangen. Blijf zo staan. Hou je kin op je borst. En terwijl je zo blijft staan, adem je nog weer een keer in. En op een uitademing kijk of je met je handen net weer een stukje verder naar de grond kan. Doe het nog een keer. Dus blijf hangen, adem in. En blaas uit. Handen zo ver als je kan naar de grond. En nog één keer in. Blaas uit. Helemaal naar beneden. Oké. Zet je handen op de mat. Als het niet lukt, buig je knieën iets. En vanaf daar loop je met je handen naar de voorkant van je mat. Oké. Dan mag je beide knieën neerzetten. Ga je linkerbeen naar voren. En je rechterknie blijft achter. Handen die staan naast je voet. Je mag eerst eens gewoon een paar keer naar voren en terug naar achter. Kom je even zo ver als je kan naar voren. Zoek een beetje rek op die heup op. Oké, en dan zoek je het midden op. Dan ga je je rechterhand laten staan. Linkerhand gaat onder tussen je benen en je arm langs naar je rechterknie. En draai open met links richting het plafond. Dus onderlangs. Kijk mee naar onder. En draai open. Kijk mee omhoog. En weer onderlangs. En draai open. Je probeert die draaibeweging zo groot mogelijk te maken, zonder dat je benen mee bewegen. Alleen je romp doet het werk. Draai in, als het lukt tik je knie aan en draai open. Oké, doen we de laatste drie. Daarna mag je wisselen van kant. Maak hem zo groot als je kan. Laatste twee. En nog eentje. Oké. Zet beide handen weer neer op de grond. Linkerknie gaat naar achter. Rechtervoet komt naar voren. Als je wil, ga je hier ook weer eerst even een paar keer naar voren hangen. Rustig terug. En naar voren en naar voren zoek je weer die rek op die heup op. Met name je achterste heup. En ook vanuit hier zoek weer het midden op. Zorg dat die hoek ongeveer 90 graden is in je knie. Laat je linkerhand staan. Ga je met je rechterhand tussen je been en je arm door. Onderdoor. Linkerknie. En strek open zo ver als je kan. Richting het plafond. En weer terug naar je knie. En strek open. Dus je gaat rustig om en om indraaien. Open draaien. Hetzelfde als de andere kant. Zo groot als je kan. En je benen blijven stil. Vooral je romp doet het werk. Dus maak de beweging groot, draai open, kijk helemaal mee omhoog. En rustig weer dicht. Oké, laatste drie. Laatste twee. En eentje. Oké. Mag je je hand er weer naast zetten. Rechterknie gaat weer naar achter. En vanaf hier kom je even in die bidhouding zitten. Dus dat betekent met je billen op je hakken.
Handen zijn voor je en kin is op je borst. Hou hem daar even vast. Als het lukt, probeer even met je handen zo ver mogelijk naar voren te lopen. Dat je goed rek hebt op die rug. En kom je rustig terug weer op handen en knieën. Dan zorg je dat je knieën recht onder je heupen staan, pols recht onder je schouders. Dus dat betekent dat je niet te ver naar achter hangt, niet te ver naar voren hangt, maar ergens in het midden. Dus dat je vierkant bent. Vanaf daar start je eerst even met je rug hol maken, zover als je kan. En ook weer bol. Dit is een grote beweging. Je mag zo groot als je kan. Kijk mee omhoog als je hol maakt. En kin op je borst bij het bol maken. Oké, vanaf hier zoek je die middenhouding op. Dus niet te hol, niet te bol. Maar ergens in het midden trek je die navel in. Zo blijf je staan. We beginnen eerst de linkerhand laten staan. Rechterhand gaat achter je hoofd. Elleboog wijst opzij. Vanaf hier doen we eigenlijk hetzelfde als daarnet. Alleen wordt de beweging wat kleiner. Omdat je elleboog gebogen is, ga je met je elleboog richting je linkerknie. En draai open zo ver als je kan. Dus je kijkt mee. En rustig terug. En draai open. En rustig terug. Belangrijk is dat die linker elleboog een lichte knik houdt, dus hij staat niet helemaal in het slot. En je benen blijven stil, beide heupen staan stil. En alleen je romp, je arm, die maakt de beweging. Dus het is niet een hele grote beweging, maar je komt zo ver als je kan op en rustig terug. En weer op. En rustig terug. Navel blijft in. Laatste drie. Draai open. En weer terug. Laatste twee. En nog eentje. Oké, ontspan even. Mag je weer heel even het gewicht van je arm afhalen als je wil. Schud even je polsen los. Vooral linkerhand. En je kan altijd nog even in die bidhouding komen. Dan heb je een beetje ontspanning voor je rug. Rek op je rug. Gaan we vanaf hier door dezelfde oefening, maar dan aan de andere kant. Dus je komt hier staan. Als je wil, zoek weer even die beginhouding op. Dus maak een aantal keer hol en bol. Maak de beweging dan echt groot. En dan zoek je hier weer het middel. Dus niet te hol, niet te bol. Ergens in het midden. Trek die navel weer in. Dus buikspieren zijn aangespannen. Dit keer blijf je op je rechterhand staan. Linkerhand gaat achter je hoofd. En met je elleboog ga je naar je rechterknie. Onderdoor. En strek open. En weer naar je knie. En strek open. Dus doe dit rustig op je eigen tempo. De beweging weer zo groot mogelijk. Zonder dat je benen en je heupen meebewegen. Kijk mee waar je naartoe gaat. Mee naar onder. En ook omhoog. Hou die benen zo stil mogelijk. Buikspieren zijn aangespannen. Navels in. Rugzak niet te hol, maar hou hem in het midden. Ook de laatste drie. Laatste twee. En nog eentje. Oké, rustig terug. Ontspan weer even. Als je wil, nog even je polsen losschudden. Rechterarm even ontspannen. En dan kan je nog één keer terugkomen in die bidhouding. Hou je kin weer op je borst, armen voor je. Kom je rustig overeind en dan gaan we liggen. Mag je op je rug komen liggen. En we starten eerst met je benen gebogen op de grond. Handen liggen gewoon naast je op de mat. En als je zo ligt, begin je weer even met het hol en bol maken.
van je onderrug. Hetzelfde als daarnet in handen en knieën. Kantel het bekken naar achter en terug naar voren. Om en om duw je die rug in de mat en trek hem weer hol. Vanaf hier hou je bekken naar achter gekanteld. Dus je duwt je onderrug in de mat, buikspieren zijn aan. Je benen staan nog steeds gebogen, handen liggen naast je. Dan gaat je rechterbeen op omhoog, linkerbeen komt ernaast. Rechterbeen gaat terug en het linkerbeen gaat weer terug. Wissel je af. Dus linkerbeen op, rechterbeen erbij, links terug en rechts terug. Blijf het rustig doen op je eigen tempo. Wissel af, links en rechts, om en om. Dus je gaat niet elke keer met hetzelfde been, maar je wisselt. En je zorgt dat je ongeveer hoeken van 90 graden houdt. Wil je hem wat makkelijker maken, zet je je voeten gewoon wat dichterbij. En dus heb je een kleine hoek in je knie, vanaf daar. En wil je hem zwaarder maken, zet je voeten wat verder weg. Dan hou je je grote kniehoek, grote heuphoek. En ga je vanaf daar door met de oefening. Belangrijk is dat je die rug in de mat geduwd houdt. Blijf rustig doorademen. Dus adem in, been omhoog. Uit, been ernaast. In is terug. En uit weer terug. En wissel van kant. Dus hou die spanning op de buik vast. Blijf hier goed knijpen. Rug blijft in de mat. Je blijft rustig doorademen. Gaat het nog steeds heel makkelijk, wil je hem nog weer wat zwaarder maken? Ga je met twee benen tegelijk terug naar de grond en til je weer één voor één op. Dus twee tegelijk. En één voor één op. Hou die rug nog steeds in de mat. Vond je hem uitdagend genoeg? Blijf dan om en om afwisselen op en ook weer terug. We doen de laatste drie. Varieer voor jezelf een beetje wat verder weg, wat dichterbij. Zorg dat het zwaar genoeg is, maar dat het nog wel uit te voeren is. En is je rug nog in de mat? De laatste oefening. Oké, en ontspan even. Strek heel even je benen uit, je armen even boven je hoofd uit. Zorg dat je even helemaal rek hebt op je buik, op je heupen. En blijf dan even zo liggen. Trek je knieën even naar je toe en draai kleine rondjes met je knieën. En draai die rondjes dan ook de andere kant op. Oké, gaan we weer terug naar de benen gebogen. Je blijft nog steeds op je rug liggen en je start weer met het bekkenkantelen. Dus om en om, hol en bol maken van die onderrug. Kantel het bekken naar voren, naar achter. Je duwt je rug in de mat en ontspant weer. En als je dat bekken dan naar achter kantelt, zet je dat ook door in de brug. En dat wil zeggen, je kantelt het bekken, tilt je heupen op en komt steeds een stukje hoger. Zo hoog als je kan. En als je boven bent, rol je weer langzaam af. Dan gaat eerst je bovenrug, wervel voor wervel rol je af en als laatst pas weer je heupen en ontspan. Kom je weer op diezelfde manier op omhoog. Dus kantel het bekken, rol rustig op. Zo hoog als je kan en ook weer terug af. Handen mogen nog steeds naast je op de mat. Je probeert zo rechtdoor mogelijk omhoog en naar beneden te gaan. Dus merk je dat je veel wiebelt, gebruik dan die steun van je handen. Gaat het je gemakkelijk af, kruis je je arm op je schouders, ga je door met dezelfde oefening. Rustig tempo op en rustig tempo neer. Twee keer en daarna blijf je even bovenin staan. Dus
twee keer op. En ook weer neer. Nog eentje, ook weer terug omhoog. Dan rol je nog één keer terug af. Dan kom je weer terug omhoog. En hou hem dan bovenin vast. En hou je hem zo stil mogelijk. Dus zorg dat die romp stil is. Dat je benen stilstaan, alles stil, dat je bekken hoog is, dus dat je niet te ver zakt. Je houdt hem bovenin en dan ga je gewoon rustig zo blijven staan. We zijn ondertussen al op de helft. Controleer of je niet te ver inzakt, hou je hem hoog. Doe de laatste 10 seconden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En laat hem niet vallen, maar rol je rustig terug af. Dus langzaam weer wervel voor wervel naar beneden. En ontspan weer even. Als je wil, maak je nog een keer lang. Heb je weer een beetje rek op je heup, op je buik. En terwijl je zo ligt, kun je dan ook één voor één even één been langer maken. Dus je shift het bekken op en neer. Op deze manier. Ontspan nu weer even. Laat even alles los. En dan zet je je benen opnieuw gebogen neer. We gaan door naar de volgende oefening. De volgende oefening is eigenlijk een soort combi van de brug die we net hebben gedaan. En het optillen van je benen. We doen het als volgt. Je begint met je handen op de mat. Benen zijn gebogen. Dan rol je eerst rustig op omhoog. Als je bovenin staat, ga je hem vasthouden. Til je één been gebogen op. Zet terug en wissel van kant. Dus til op, zet terug en wissel weer van kant. Je houdt je bek en je romp zo stil mogelijk. Dus het is wat makkelijker als je je handen op de mat houdt. Heb je een beetje steun. En wil je het moeilijker maken, leg je handen gekruist op je schouders. Merk je dat hij dan alsnog te lastig wordt, leg je ze gewoon weer terug. Dus kies weer voor jezelf wat gaat, maar zorg dat je bekken zo stil mogelijk blijft. Controleer af en toe even of je nog hoog staat. Dus ben je niet teruggezakt, sta je nog bovenin. Dan ga je rustig om en om, door, één been optillen en weer terug. Ademhaling is het makkelijkst als je uitblaast wanneer je het been optilt. En in als je hem terugzet. Dus blaas uit op omhoog. Adem in terug. En blaas uit op omhoog. En weer terug. Oké, we doen de laatste 4, dus dat betekent 2 per been. Hou de bekken nog even hoog. Zo stil mogelijk. Laatste 2. En nog eentje. Oké, vanaf hier ga je weer rustig afrollen, dus laat hem niet vallen. Eerst je bovenrug, wervel voor wervel. En als laatste pas weer je heupen. En dan mag je weer even ontspannen. Als je wilt, trek nog even een keer die knie naar je toe. En draai dan ook weer even kleine rondjes met je knieën. Zorg dat je even beide kanten opdraait. Dus linksom, maar ook rechtsom. Oké, dan kom je rustig weer zitten. Gaan we door vanuit zit. Kom een beetje voor aan je mat zitten, zodat als je gaat liggen je naar achter kan. Je begint met je benen gebogen. Je zorgt dat heup, knieën en enkel in een rechte lijn staan. Knieën niet te ver naar buiten of naar binnen. Rechtop. Je rug is opgestrekt, schouders laag. En je handen zijn naar voren. Vanaf hier gaan we rustig afrollen. Eerst een klein stukje. En als dat goed gaat, kom je weer terug op. Strek even op. En ga je steeds een stukje verder. Dus elke keer dat je naar beneden gaat, ga je een stukje verder. Mits het goed gaat om ook weer overeind te komen. Merk je dat het lastig wordt, dat je niet meer overeind komt of dat je hulp nodig hebt.
Ga dan die keer daarna gewoon wat minder ver. En vergeet niet op te strekken als je bovenin bent. Elke keer net een stukje verder. Ga eens kijken als het goed gaat of je alleen met je onderrug de grond aan kan tikken. Dus de rest van je rug blijft los van de grond. Kom je dan nog gemakkelijk omhoog, ga je nog een stukje verder. Leg je hele rug neer, maar je schouders blijven los van de grond. En vanaf daar terug op. Gaat het nog steeds goed, kom je helemaal liggen. Neem je armen helemaal mee naast je hoofd. Op omhoog. En vanaf hier ook weer terug op. Het is een rustige, gecontroleerde beweging, dus ga hem niet te snel doen. Je mag hem op je eigen tempo doen, als je die controle maar houdt. Blijf rustig door te ademen. Op je eigen tempo, in en uit. Makkelijkst qua kracht leveren is als je uitblaast wanneer je dat eerste stukje omhoog komt. Dus als je eventueel door dat dode punt heen moet, blaas je uit. Dus op dit moment, blaas uit, kom rustig door omhoog. Armen gaan nog steeds mee op. Ging die de eerste paar keer wel goed, wordt er nu wat zwaarder. Geen probleem, ga je alsnog gewoon tot halverwege, hou je hem vast en ga je weer terug op. We doen er nog vier, dus vier je eigen tempo, zover als je kan. Zorg dat je jezelf een beetje uitdaagt, maar dat het wel te controleren valt. Dus rustig ook weer op. Strek op, laatste drie. Daarna mag je blijven liggen. Dus rol rustig af. Nog steeds met controle. Langzaam. Handen mee omhoog. En als je ligt, mag je even ontspannen. Dus blijf even liggen. Strek je nog even uit. Heb je wat rek op je buikspieren? Als je het prettig vindt, trek nog weer even die knieën naar je toe. Draai dan ook even kleine rondjes met je knieën. Van daarnet. Dat betekent met het naar achter rollen. Hij wordt steeds een beetje zwaarder. Vind je het nou te zwaar, kan je altijd één oefening terug. Dus je kan altijd terug naar het afrollen en weer oprollen. Eventueel halverwege, dus dat je tot hier komt en dan weer terug op. En als het goed gaat, doe vooral lekker mee. De eerste variatie is alleen maar vasthouden. Dus we beginnen weer met de handen voor je. Je zit rechtop, schouders zijn laag. En vanaf hier rol je af. Blijf je gewoon alleen maar op deze manier even zitten. Oké, doen we nog 10 seconden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En rustig terug op. Oké, als je wil, ontspan heel even. Neem heel even je rust. Even je heup in een andere positie. Rug mag even inzakken. Schouders heel even los. Zie je dat het langer vasthouden net weer wat zwaarder is dan het op en neer. Je moet het lang in één positie vasthouden. Als dit goed ging, doe het nog een keer en maak hem een stukje moeilijker. Was het te zwaar, dan kom je gewoon wat minder ver. Dus hoe rechterop je zit, des te makkelijker. En anders kun je altijd nog terug naar die vorige oefening van op en weer neer. Volgende variatie. We beginnen weer dezelfde positie. Handen ook weer naar voren. Dan kom je weer naar achter hangen. Blijf je weer hangen. Maar dit keer til je beide benen op in de lucht. En zo blijf je weer even zitten. Zo stil als je kan. Doe wel 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En zet je voeten weer neer. Kom je weer terug op. Mag je weer heel even ontspannen. Heel even je heupen, andere positie. Rug weer even laten inzakken. Kin op je borst. Schouder nog even los. Laat je buik vooral even ontspannen. Gaan we hem nog weer een stapje moeilijker maken. Nogmaals, wordt dit te zwaar, ga terug naar de vorige. En je kan altijd weer op en neer gaan. Blijf nog steeds je buik trainen, maar is het misschien wat beter te doen. Benen zijn weer gebogen, rug opgestrekt, armen voor je. Rol weer af. Beide benen til je op in de lucht. En vanaf hier ga je kijken of je kan uitstrekken en terugkomen. En als je terugkomt, mag je je handen gebruiken. En strek weer uit en kom weer terug. En strek uit. En terug op. En strek uit. En op. Laatste twee. Oké, eentje. Laatste. Hou vol. Oké, zet je je voeten weer op de grond. En kom je weer terug rechtop. Oké, nog weer heel even pauze. Als dat zittend prettig is, blijf even zitten. Zorg dat je heupen op een andere positie zijn. Rug even inzakken. Je mag tussendoor ook heel even komen liggen. En je knieën naar je borst trekken. Doen we nog één laatste variatie. Op deze oefening en daarna gaan we een aantal rekoefeningen doen. Je zit nog steeds voor op je mat. En het lijkt een beetje op wat we net deden, maar het wordt wel ietsjes anders. In plaats van dat je armen naar voren gaan, ga je armen opzij. Schouders blijven laag, je zit nog steeds rechtop. Maar je strekt ook je benen uit. Dus ze zijn niet meer gebogen, strek ze uit. Vanaf hier hang je ook naar achter. Als je naar achter hangt, blijf je daar hangen. Hou nog steeds die schouders laag, armen opzij. En dan ga je één been buigen. Trek die hak naar je toe en strek weer uit. Wissel je meteen van kant. Andere been, buig hem naar je toe en strek weer uit. En buigen, dus om en om, links en rechts. Je blijft naar achter hangen. Wordt dit te zwaar, kom je ietsjes rechterop. Ga je door met dezelfde oefening. En gaat het goed, blijf dan hangen. Makkelijkst is als je uitblaast wanneer je het been naar je toe haalt. En inademen als je hem terugzet. Dus blaas uit. En adem in. En blaas uit. Adem in. Oké, blijf nog even hangen. Laatste vier. Je bent er bijna. Laatste oefening. Mag een beetje zwaar worden. Laat de buik maar werken. Laatste twee. Allebei de benen één keer. En nog eentje. Oké, kom je meteen weer even liggen. Dus rol rustig af. En ontspan weer. Als je zo ligt, armen nog even boven je hoofd. Benen gestrekt. Beetje rek op die buik. En dan trek je vanaf daar ook weer even je knieën naar je toe. Beide knieën. Draai weer even rustig rondjes. En ook de andere kant op. Leg je het linkerbeen gestrekt op de grond. Rechterknie hou je gebogen bij. Trek hem zo ver als je kan naar je toe. Hou hem daar even vast. Okay. Trek die knie dan ook schuin over links. Zoek er een beetje rek op die bil. Je bil mag best een stukje loskomen van de mat. Zoek die rek een beetje op, dus voel je hem niet. Eventueel je knie wat verder naar beneden. Of draai hem nog wat verder door. Dan kom je rustig terug naar het midden. Zet je het linkerbeen gebogen neer. Rechter enkel leg je op je linkerknie. En dan trek je het linkerbeen naar je toe. Blijf je in deze positie ook weer even liggen. En ook hier zoek weer de rek op je bil, bovenbeen, aan de rechterkant.
hetzelfde aan de andere kant, maar beginnen we eerst weer rechterbeen gestrekt, linkerbeen gebogen naar je toe, zo ver als je kan. En hou je hem daar weer even vast. Okay. Trek de knie dan ook schuin over je rechterheup, dus dan gaat hij weer opzij. Linkerbil kan wat loskomen van de grond, hou je hem daar vast. Zoek de rek op je bil op, dus eventueel wat lager of wat hoger. Kom hier terug naar het midden. Zet je het rechterbeen gebogen neer. Linker enkel leg je op je rechterknie. En dan trek je het rechterbeen naar je toe. Hou je hem hier even vast. Kom even zitten, dus kom hier even overeind. Beginnen we nog even in de kleermakerszit. Je zit nog wel even rechtop, schouders zijn laag, rug is opgestrekt. Dan begin je hier eerst met je rechteroor naar je rechterschouder. Blijf even zo zitten. Dus je kantelt het hoofd opzij, maar je blijft naar voren kijken. En wissel van kant, dus linkeroor, linkerschouder. Dan blijf je nog steeds zo zitten, maar rol die schouders even goed los. Dus van voren naar achter. En ook de andere kant op. Zet je rechterhand naast je neer, linkerhand op omhoog. Buig je af naar rechts. Okay, rustig terug, andere kant. Linkerhand naast je neer, rechts gaat omhoog. Buig af naar links. Hou hem daar vast en zoek die rek op aan de buitenkant van je zij. En rustig terug. Dan vouw je beide handen in elkaar. Trek je die zo ver uit als je kan naar voren. Dan mag je kin op je borst en mag je helemaal onderuit gezakt komen zitten. En zorg wel dat je die schouders laag houdt. Blijf even zo zitten. Adem gewoon rustig in en uit. Zoek die rek op tussen je schouderbladen, boven bij je schouders. Misschien een beetje op je rug. Okay. Kom rustig weer overeind. Dan gaan we nog heel even door met wat lijkt op wat we op het begin deden. Weer een beetje rek op die heup opzoeken. Dat is rechterknie achter, linkerbeen voor. Dan start je eerst met zo ver als je kan naar voren hangen. Dus je zakt door die linkerknie, rechterknie is zo ver mogelijk gestrekt. Als je rek voelt aan de voorkant van je rechterheup, blijf dan zo staan. Voel je geen rek, zet je voet neer, strek je knie helemaal uit. Heb je wat meer rek? Voel je dan nog niks? Moet je ook nog even opstrekken. En dan gaat het om de rek hier. Blijf even zo staan. Oké, wissel van kant. Dus dan gaat je linkerknie naar achter, rechtervoet voor. En eerst hang je weer zo ver als je kan naar voren. Dus strek je het linkerbeen een beetje uit. Buig je rechterknie. Voel je al rek, voorkant linkerheup, blijf dan zo staan. Voel je geen rek, strek die achterste knie even uit. Voel je dan nog geen rek, strek je ook even je romp op. Blijf even zo staan, hè. Zoek die rek op, strek je goed op. En vanaf daar mag je rustig terug overeind komen. Okay. Gaan we nog even één keer achter de mat, adem nog even één keer diep in. Maak je lang en blaas uit. Rustig afrollen. Naar beneden. Handen zijn laag. Blijf nog heel eventjes zo bungelen. Zoek een beetje rek op je bovenbenen, achterkant. Eventueel nog je rug. Laat je arm even bungelen. Kin is nog steeds op je borst. En dan kom je weer rustig terug op. Even een paar keer die grote rolbeweging met je schouders. En ook even de andere kant. En dat was hem. We zijn klaar voor vandaag. Dit was de Pilatesles. Ik hoop dat je het leuk vond. Dat het een beetje te doen was. Dat je alles lekker mee kon doen.
Blijf vooral kijken, want er blijven meer video's volgen. Dus tot de volgende keer. Dankjewel voor het meedoen.